Voorzitter, de PVV heeft afgelopen week met grote verbazing kennis genomen van de mededeling van de Europese Commissie dat Bosnië klaar zou zijn voor het openen van toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie. Vindt de minister-president het ook niet voorbarig om nu al het groene licht te geven aan Bosnië, terwijl er bij lange na niet aan de criteria is voldaan om de toetredingsonderhandelingen te openen? Kan de premier aangeven of hij van mening is dat toetreding van nieuwe kandidaat-lidstaten op basis van merites dient plaats te vinden en dat dus aan alle criteria moet worden voldaan, alvorens er überhaupt met gesprekken kan worden begonnen? Vindt de premier dat Bosnië aan de criteria heeft voldaan om kandidaatstatus te verkrijgen? Is er een scenario te bedenken waarin de premier geopolitieke overwegingen zou laten prevaleren op het volgen van de Kopenhagen-criteria? Is de premier voornemens om op de Europese top zijn steun voor Bosnië uit te spreken? En voorzitter, ook al zou Bosnië er wel klaar voor zijn, de PVV is en blijft een tegenstander van verdere uitbreiding van de Europese Unie in algemene zin. De problemen in Nederland zijn gigantisch en het laatste dat we er als Nederland bij kunnen gebruiken is een nog grotere EU met meer arme en corruptere landen die vervolgens ook weer aan het transferunie-infuus komen te liggen. En het zal niet de eerste keer zijn dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor dergelijke EU-beslissingen. En die Nederlandse belastingbetaler heeft het al hartstikke moeilijk om zijn boodschappen, energierekening en huur te betalen. Dus als het aan ons ligt, nemen we pas op de plaats. Het zou sowieso verstandig zijn dat de Europese Unie eerst haar eigen zaakjes op orde brengt, voordat ze de weg inslaat van verdere EU-uitbreiding. Een ander dossier waar de EU maar van geen ophouden weet, is het hele verhaal van de nieuwe eigen middelen. Nieuwe eigen middelen houden altijd in meer mogelijkheden tot het financieren van EU-ambities. Dit ten koste van belastingbetalers die deze bedragen linksom of rechtsom moeten opbrengen. Of dit nu gaat over directe belastingheffing of indirecte belastingheffing op basis van een percentage van bijvoorbeeld een economische indicator, het resultaat is altijd meer geld voor de Europese Unie. De PVV vindt het niet te verteren dat de Europese begroting, zelfs nadat Groot-Brittannië eruit is gestapt, alleen maar verder is uitgebreid en gegroeid. Is het niet eens tijd dat de EU pas op de plaats maakt met deze uitgavendrift? Zou het niet gepaster zijn dat de Europese Unie eerst in haar eigen vlees snijdt door bijvoorbeeld de exorbitante salarissen aan banden te leggen? Of door bijvoorbeeld van afgelopen week geen landbouwsubsidies aan spookkoeien in Italië te verstrekken? Of door zich gewoon weer als van ouds te focussen op economische samenwerking tussen de lidstaten? Waarom moet het altijd meer zijn? Meer bevoegdheden, meer geopolitieke invloed, meer regels en alle bijbehorende red tape? Ziet de premier het probleem hiervan? En wat doet dit met het draagvlak voor de EU onder de burgers, boeren en ondernemers die hier de gevolgen van ondervinden? Zou de premier daar eens op... Gezondheid. Zou de premier daar eens op kunnen reflecteren hoe dit in zijn ogen beter kan en moet? Kan de premier ook aangeven welke opties er nu op tafel liggen om te komen tot nieuwe eigen middelen? Dan migratie, voorzitter. Afgelopen week is er een deal gesloten met Egypte. Dit gaat weer om vele miljarden euro's. 7 miljard euro wel te verstaan. Welk aandeel hiervan komt voor de rekening van Nederlandse belastingbetaler? Kan de premier aangeven wat er precies is afgesproken met Egypte? En hoe zal deze deal ervoor zorgen dat er minder migranten naar ons land toekomen? Kunnen asielzoekers die uit of via Egypte naar de EU zijn gekomen of gaan komen, voortaan terug worden gestuurd naar Egypte onder deze nieuwe deal? Is mijn vraag aan de premier. En zo nee, is de premier dan bereid om dit in elk geval op de Europese Raad te regelen? Graag een reactie. Dan, voorzitter, het EU-strategisch kompas. En een van de voorstellen die daarin wordt genoemd is een Rapid Deployment Capacity. Een snel inzetbare EU-eenheid van 5000 militairen. Welk aandeel levert Nederland hieraan? En hoeveel soldaten betreft dit? Waar zijn deze soldaten gestationeerd? En kan de premier aangeven hoe de bevelstructuur van een dergelijke eenheid eruit ziet? Komen de Nederlandse soldaten onder een buitenlands bevel te staan binnen deze Rapid Deployment Capacity? In welke gevallen wordt deze EU-eenheid straks ingezet en waar? Heeft Nederland daar dan nog zeggenschap over? Is dit een eerste opmaat naar een Europees leger? Wat vindt de premier ervan in dat kader dat Van der Leyen de ambitie heeft uitgesproken om een volgende termijn een eurocommissaris van Defensie in te stellen? Vindt de premier niet net als de PVV dat de Nederlandse krijgsmacht soeverein moet blijven en dat we de EU daar geen zeggenschap over zouden moeten geven? Maar dat we voor ons veiligheidsbeleid beter kunnen steunen op een sterke NAVO? En dit betekent dan wat ons betreft ook dat we onze schaarse troepen dus beter niet kunnen toekennen aan dergelijke EU-experimenten. Maar ervoor moeten zorgen dat de manschappen die we beschikbaar hebben voor de verdediging van ons nationale grondgebied, of beschikbaar houden voor de verdediging van ons nationale grondgebied en eventueel NAVO-activiteiten. Is de premier het met de PVV eens dat dergelijke doublures tussen de EU en de NAVO dus voorkomen moeten worden?
En tot slot, voorzitter, zou de PVV het nog willen hebben over een stukje transparantie. Helaas hebben wij soms lastig toegang tot vertrouwelijke documenten. EU-besluitvorming is in nevelen gehuld. En het enige wat wij nog hebben als Kamer om daar enigszins zicht op te houden, is toegang tot het Delegates Portal. En zoals de premier weet, heeft het raadssecretariaat geprobeerd om in elk geval de Tweede Kamer de toegang tot dit portal te ontnemen, dan wel te bemoeilijken. En dit betekent dat wij straks geen inzicht meer hebben wat er in achtergesloten deuren besproken wordt. En dit komt de transparantie van het besluitvormingsproces wat ons betreft niet ten goede. Dus onze vraag is, is de premier bereid om tijdens de Europese Raad een voorstel in te brengen om lidstaten de volledige toegang tot de Delegates Portal terug te geven, dan wel te laten behouden? En dat was het voor mij. Dank u wel, voorzitter.